Hallo, ik ben Paul van Hoven. Ik ben een schrijver, journalist, avonturier. Niet per se in deze volgorde. Hey, ik heb jullie hulp nodig en dat is voor mijn volgende project. Dat is een roadtrip op mijn 40 jaar oude Moto Guzzi van Amsterdam naar Japan. Kortom, van hier tot Tokio. Het is de bedoeling dat ik materiaal ga vergaren voor een nieuw boek als opvolger voor een man in het zadel. Hey, in 2005 trok ik een deur achter me dicht in Nederland. Ik begon een lange reis van het noordelijkste noorden van Alaska naar het zuidelijkste zuiden van Argentinië. Het boek wat ik daarover schreef, Man in het Zadel, daar komt binnenkort de vierde druk van uit. Ja, dat klinkt allemaal prachtig en fantastisch, maar van de opbrengst een beetje kunnen leven, ho maar. Toch wil ik voor reisboek nummer 2 gaan, van hier tot Tokio, gedragen door mijn eigen passie en door het enthousiasme van duizenden lezers. Ik wil me niet alleen beperken tot de schrijverij en het maken van mooie foto's. Door de audiovisuele mogelijkheden van tegenwoordig kan ik je de reis op alle mogelijke manieren laten zien. Ja, dan is het net alsof je bij me achterop zit. Die wind moet je er zelf maar bij denken. Ja, deze reis gaat mij, met behulp van jullie, voeren naar Tokio. Dat is slechts een einddoel. Kijk, zoals jullie en ik weten, gaat het om de reis zelf. En die gaat door landen als Italië, Griekenland, Turkije, Iran, al die stanstaten, Mongolië, Siberië. En als ik dan nog een beetje aanspreekbaar ben, dan neem ik vanuit de stad Magadan de boot naar Japan. Ik zie hem al praten hoor, tegen zo'n cameraatje als deze. Ergens in de Siberische kou, terwijl je op de achtergrond van die huilende wolf hoort. Ik zet er zo mijn handtekening onder. Jullie ook? Kijk dan, hier wat je voor mij kunt betekenen. En ik voor jou. Dus ik zou zeggen jongens, next stop, Tokio.